is gemeente Lingewaard bedacht om een kinderburgemeester te vragen per kern één. Dus ieder jaar een andere kinderburgemeester. En die rond zijn of haar kinderburgemeesterschap af met een kinderraad. En het mooie daarvan is dat we dan van al die kinderen die in Lingewaard wonen horen wat er beter kan voor kinderen. En als je bedenkt dat bijna een kwart van onze inwoners jonger is dan 18, vond ik het heel belangrijk om ook naar hen te luisteren wat zij belangrijk vinden. En het leuke is dat nu de allereerste kinderraad in Haalderen al heeft aangetoond dat zij heel veel dingen aan ons vertellen die we nog niet wisten, die we kunnen verbeteren. Dus ik ben nu al heel blij met deze allereerste kinderraad. Ik zit op basisschool De Wieling in Haalderen en ik ben de eerste kinderburgemeester van de gemeente Lingewaard. Ja. Hoe ben je dat zo geworden? We kregen, want ze doen het telkens per dorp, en we kregen in Haalderen de vraag op onze school, als je in groep 7 zit, krijg je dan de vraag of je dat zou willen worden. Dan mag je een brief sturen naar de gemeente. En bij ons waren het maar 5 kinderen, dus we mochten allemaal ook op sollicitatiegesprek komen. En dan ga je naar de burgemeester toe in de kamer. En dan ga je met de burgemeester praten over waarom je het zou willen worden. En wat jouw ideeën zijn. En wat je denkt dat je allemaal moet gaan doen. En, doet iedereen dat. En dan word je die avond gebeld of je het wel of niet bent geworden. En dan komt het ook nog, kwam het bij ons ook die avond nog op de radio. Nou, fantastisch hè. Kun je iets vertellen in het kort wat je in het loop van dat jaar hebt gedaan als burgemeester? Ja, ik ben bij heel veel dingen erbij geweest. Ik heb bijvoorbeeld de Providentia geopend, Sinterklaas op meerdere plekken ingehaald. En nou de kinderraadsvergadering. En ik heb nog veel meer andere leuke dingen gedaan. Oké. Heb je wat inzicht gekregen nu wat zo'n taak is van een gemeenteraad? Ja, ik denk dat ik het hierdoor wel beter weet. Ja? En wat heb je het idee van de andere raadsleden die jij om je heen had? Dat je dat ook, ik denk dat jij het meeste ervan weet. Wat voor idee heb je over die mederaadsleden die jij bij je had zitten net? Zou je dit ook zo goed weten? Ja, ik denk dat die het nog wel beter weten, want die weten al precies wat er moet gebeuren en hoe het in elkaar zit. Toch wel? Ja. Dus ze begrijpen wel, dus het is wel een nut dat dit bestaat dus. Ja. Ik denk wel zeker dat het nut is. Je hebt heel vroeg al begint om de jeugd te vertellen hoe functioneert nou een gemeenteraad. Ja. Hè? Ja. Nou, en nu is het laatste, nu ga je afscheid nemen. Mm-hmm. En hoe vind je dat? Ja, ik vind het wel jammer dat ik afscheid moet nemen. Maar ja, ik ga ook naar de middelbare school, dus het wordt wel heel erg druk. En ik denk dat de opvolger het wel goed gaat doen. Oké, hartstikke bedankt. Hè. En veel succes dus voor de komende tijd voor jou. Hè. Ja, dankjewel. Heel mooi passen. We zitten in een van de officiële raadszalen. Welkom! Wij gaan vandaag iets heel bijzonders doen. Jullie gaan geschiedenis maken, want jullie zijn de allereerste kinderraad van de gemeente Lingewaard. Onder leiding, dat was ook al geschiedenis,
van de allereerste kinderburgemeester van Lingewaard. Vanaf nu gaan we dit ieder jaar doen. Volgend jaar komt er een kinderburgemeester uit Huissen en zit haar klas aan het eind van het jaar ook zo ver in. Wat heel bijzonder is, dat er zoveel mensen op die tribune zijn. In een echte raadsvergadering is dat ook zo. En ik ga even aan jullie voorstellen wie er allemaal zijn. Om te beginnen, natuurlijk de ouders en ouders meegekomen en belangstellenden, die wil ik van harte welkom heten. Dan is het zo dat er twee van de vier wethouders zijn. De derde komt iets later en de vierde was helaas kon die niet aanwezig zijn. Wel aanwezig zijn Helga Witjes en Theo Jansen. En misschien, ik weet niet of het zonder microfoon lukt. Helga, kan je heel even uitleggen waar jij over gaat als wethouder? Waar hou je mee bezig? Nou, dan zal ik heel hard praten. Ben ik zo goed te horen? Ja. Ja. Okay. Ik ga onder andere over financiën, dus over het geld van de gemeente. Waar ik natuurlijk heel goed op moet letten. Dat we niet te veel geld uitgeven. Dat we ook hele mooie dingen doen voor het geld. Ik ga ook over onderwijs, dus de scholen waar jullie bijvoorbeeld op zitten. Ook over jeugd, dus ook jullie. En bijvoorbeeld, zijn jullie in het gemeentehuis geweest bij de balies, bij de paspoorten en zo. En daar ga ik ook over. En waar ik bijvoorbeeld ook over ging, was over de zaal Providentia in Gent. Dat is net zoals een soort tikkel bij jullie in Haalderen hebben we dat in Gent ook. En daar hebben we toen samen mogen over het Gijs vorig jaar in september was het volgens mij Gijs. Nee, toen was je nog niet officieel kinderburgemeester, dat klopt. Dus daar ga ik ongeveer over. Dankjewel, Theo. Dankjewel, Helga. Mijn naam is Theo Jansen en ik heb onder andere in mijn portefeuille handhaven. Ja, dat klinkt hè, handhaven. Als jullie verkeerde dingen doen in het verkeer, daar ben ik niet. Daar is de politie voor. Maar handhaving in het algemeen is mensen verkeerd parkeren, de uitstallingen van borden, overal bij de winkels, dat soort zaken. Dat valt onder andere in mijn portefeuille. Ik ga ook over vergunningen. Als je vader of moeder of jullie zelf later in de toekomst een verbouwing willen doen, dat loopt ook al over via. En daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor recreatie en toerisme. En recreatie, onder andere het fietsen, want jullie zijn fantastisch vanmorgen met de fiets hier naartoe gekomen. Op hele mooie fietspaden vanuit het Haalderse. En ik ben ook verantwoordelijk om te zorgen dat er heel veel mooie fietspaden komen in Lingewaard. Voor onder andere onze toeristen. En daarnaast ben ik verantwoordelijk voor een stukje cultuur. En ook heel belangrijk, sport. Dankjewel. Dus als je wilt praten als kinderen over hoe zit het met mijn sportclub, dan moet je dus een afspraak maken met die wethouder. Dan weet je dat, zo werkt dat. Naast wethouder Jansen zit Pieter-Jan de Jong. Die is verantwoordelijk voor ervoor zorgen dat wij de goede dingen schrijven over deze gemeente. En hij gaat dus een stukje schrijven over wat er vandaag gebeurt. En dat zien jullie straks terug met foto, want we gaan ook nog een mooie foto samen maken. En dat komt in het gemeentenieuws. Dus jullie staan straks in het gemeentenieuws. Niet alleen jullie foto, maar ook wat jullie vandaag besluiten. En dat gaat Pieter-Jan verzorgen. Maar om het nog bijzonderder te maken, daarnaast, dit zijn allemaal bijzondere gasten, waar ook juffrouw Teunissen zit. Hartelijk welkom en dank dat jullie vandaag aanschuiven, want het is heel bijzonder. En aan de rechterkant, dit zijn dus allemaal eregasten. Aan de rechterkant zit ook eregast, dat is Mark van Onna. En Mark van Onna is van de Gelderlander. Dus de Gelderlander schrijft, die zit altijd bij raadsvergaderingen en die vindt dit zo belangrijk, dus die komt ook een stukje schrijven over wat jullie besluiten. En Mark heeft ook een fotograaf meegenomen, dus ook, die staat achter mij, stiekem opgesteld. Dus ook de Gelderlander zal iets vertellen over wat jullie vandaag besluiten. Dus ik hoop dat jullie al een beetje nerveus worden, want het is toch echt hè, wat er gebeurt. Ja, spannend hè. Dan zitten er in de zaal, en die wil ik even vragen om te gaan staan, want jullie zijn de kinderraad. En de gemeenteraad, dat die is de baas van de gemeente, de echte baas van de gemeente is de gemeenteraad. En we zijn dan ook heel verheugd dat er een aantal mensen van die gemeenteraad vandaag aanwezig zijn. En misschien dat die even willen staan, willen zeggen hoe ze heten en van welke partij. Dan weet je in ieder geval hoe de baas van de gemeente eruit ziet. Mag ik jullie vragen tegen? Wauwkje, mag ik met jou beginnen? Ja, mijn naam is Wauwkje Raas en ik ga raadslid namens het CDA. Dankjewel. Mijn naam is Frans Schut en ik ben raadslid namens Basis 06.
Mijn naam is Brian Klaassen, ik ben een raadslid namens de SP. En mijn naam is Henk Minkhorst en ik ben raadslid namens de lokale Belang. Dank jullie wel. En het mooie is, jullie zijn met 29, maar de echte gemeenteraad heeft ook 29 mensen. En die hebben laatst weten dat ze graag aanwezig zouden zijn, maar ja, het is heel erg moeilijk om een dag te komen. Dus we zijn heel blij dat deze mensen vandaag wel hebben aangeschoven. Nou, daarnaast wil ik ook aan jullie voorstellen, helemaal rechts, Karen Stijnvoort, dat is daar de griffier vandaag. Dat wil zeggen dat zij opschrijft wat jullie besluiten en mee helpt tellen. En aan de linkerkant van mij zit Anne Driessen. En Anne Driessen die werkt voor de gemeente, is een ambtenaar. En wij hebben vandaag dit voorbereid samen met Gerrit Curvers en Anne Driessen. Gerrit kon niet komen vandaag, want die heeft een verjaardag. Maar Anne zit er wel en die helpt ons als jullie vragen hebben over waarover jullie willen gaan besluiten. Dan kan zij ons helpen om daar antwoord op te geven, zodat jullie een goed besluit gaan nemen. Jullie hebben, dat is uniek, €1500 te besteden. Dus jullie mogen met elkaar een bedrag van €1500 uitgeven voor één van de dingen die op jullie agenda staan. Dus Gijs gaat straks met jullie stemmen en dan kunnen jullie kiezen uit drie dingen en één van die drie dingen, die wordt dan ook uitgevoerd. En bij twee van die zaken, maar dan komen we straks terug, mogen jullie zelfs meehelpen met de uitvoering. Kunnen jullie het zelf doen als jullie dat willen? Gaan we straks over hebben, maar het wordt dus een bijzondere ochtend en ik ben heel blij dat we dat nu met elkaar gaan doen. Ik ga even met jullie nog één ding doen en dan geef ik het terug woord aan de kinderburgemeester, want die gaat samen met jullie de vergadering doen. Er is door alle klassen 6, 7 en 8 hè, van basisschool De Wieling zijn punten aangedragen wat jullie belangrijk vinden om te veranderen in Haalder. Wat moet er gebeuren? Nou, daar zitten dingen bij, die vinden wij ook, maar die zijn een beetje lastig om te doen. Maar er zitten ook heel veel dingen bij. Daarvan zeiden we dank jullie wel en die hebben we al gedaan. Dus dankzij het feit dat jullie het ons verteld hebben, wij wisten het soms niet, hebben wij dingen al veranderd. En daar worden jullie ongelooflijk, zijn jullie daar dankbaar voor. En een aantal dingen daarvan zeiden we van ja, daar moeten we uit kiezen. Dus laten we dat jullie kiezen. Dat is jullie opdracht vandaag. Om maar even een goed voorbeeld te geven. Er is een job in Haalderen. En jullie hebben geschreven, een aantal van jullie, het is vreselijk wat voor teksten daarop staan. Wij wisten dat niet. Wij zijn geschrokken wat voor teksten daarop stonden. Niemand wil dat er zulke teksten op een job staan. En wij zijn jullie ongelooflijk dankbaar, want als we niet iets hadden gedaan, dan hadden we het misschien wel een keer in de krant gekomen van kijk eens wat daarop staat. Dus dankzij jullie tip is die job al helemaal schoongemaakt en is die al helemaal overgeverfd. Dus dank voor jullie daarbij. Het zou kunnen zijn, want iemand zegt nee, maar het is echt gebeurd. Alleen het zou kunnen zijn dat er weer opnieuw mensen op... Ja. En daarom ligt, straks gaan we het erover hebben, het voorstel voor omdat jullie met klas en graffiti kunstwerk op gaan doen, zodat er nooit meer nieuwe teksten opkomen. Want anders moeten we namelijk iedere week dat gaan schilderen. Want je ziet hoe snel het gaat, hè? Het was helemaal mooi geschilderd, maar ja, dan is het blijkbaar weer een mooie plek om op te schilderen, om teksten op te zetten. Dus dan gaan jullie straks naar overstemmen of jullie dat willen. Dan werd er gevraagd, kan onze schoolplein niet opgepimpt worden, mooier worden? Nou, zeiden wij, daar gaan we niet over, maar gelukkig heeft de oude raad met de school dat al helemaal opgepakt. Dus er gebeurt van alles op die schoolplein, of is gebeurd, en dat is zelfs officieel geopend volgens mij, hè, Gijs? Ja. Nou, dan werd er gevraagd, mogen wij bankjes in het Haaldersbos? En de bankjes die er zijn, zijn er zo slecht uit. Nou, die hebben we schoongemaakt en opnieuw neergezet. Dus er staan weer bankjes in het Haaldersbos. Dan werd er geklaagd over de schommels in de Halden. Die hebben we inmiddels gecontroleerd. En als het goed is, zijn die allemaal weer goed op orde.
Als dat niet zo is, moet je gewoon het gemeentehuis bellen, want wij willen dat graag weten. En dan zorgen we weer dat ze weer goed komen. Maar nu zijn ze goed. En heel belangrijk is, want dat is iets, jullie gaan geschiedenis in. Een aantal van jullie hebben gezegd, de Hofsteenstraat. Nou, daar kan je niet gewoon op fietsen. Dat ziet er zo slecht uit. Dat hebben wij doorgegeven. En nou is het nadeel dat dat moet, we gaan het doen. We gaan het aanpakken, dus hoeven jullie vandaag niet geld aan te besteden en niet voor te stemmen. Dat gaan wij doen. Alleen dat duurt een tijd, want we moeten dat eerst helemaal voorbereiden. Dan moeten we een bedrijf bij zoeken. Dat gaan wij dus doen en ik hoop in 2017, maar het zou kunnen zijn eind 2017, is het klaar. En omdat jullie ervoor gezorgd hebben dat dat opgeknapt wordt, komt daar een officieel bord bij. Bij de wegafsluiting die dan is en daar staat, dankzij de kinderraad van Haalderen. Dus dan weet iedereen in Haalderen dat jullie ervoor gezorgd hebben dat die weg weer op orde is. Nou, dus daarvoor hadden jullie hier naartoe hoeven te fietsen. Dat hebben jullie allemaal al met elkaar, met de school, voor elkaar gekregen. Fijn hè, zo'n raadslid. Je moet ook maar eens nadenken als je 18 bent of je dat niet gewoon moet worden, want jullie hebben met elkaar al heel veel dingen voor elkaar gekregen. Gefeliciteerd. Maar dan zijn er nog dingen over. En dat zijn drie zaken waar jullie uit moeten kiezen. En dat gaat Gijs samen met jullie doen. En, te begin, en dan beginnen we met de vergadering. Er is een situatie over het verkeer van Van der Mondenweg, want alle drie de klassen zeiden, we vinden de Van der Mondenweg zo druk en zo gevaarlijk voor oversteken. Nou, daar gaat Gijs met jullie over hebben. Ik ga nog één ding aan jullie zeggen, we gaan het samen doen, Gijs en ik, maar Gijs gaat jullie het woord geven. Hoe gaat het? Gijs gaat zo uitleggen wat het besluit is. Jullie hebben allemaal een officieel stuk voor je. Als je nou ziet, punt 2, dan ga je dus in je stukken naar punt 2 en daar zie je staan het voorstel. En als Gijs, die kan je ook even tijd geven zo om dat te lezen. En dan staat onder het besluit, dus als Gijs vraagt wat wil, dan kun je daarop lezen wat jullie willen besluiten. En dan kan je over stemmen. En daarachter, in dit geval bij 2a, als jullie dat allemaal opzoeken in jullie stukken, dan zie je daar dat er een besluit aan jullie voor wordt gelegd waar jullie over kunnen stemmen. Willen jullie wel of geen brief sturen? En die brief, die zit erachter. Dus je kan ook nog lezen wat die brief is. En dan vraagt Gijs zo meteen, wil je daar wat over vragen? Snap je iets niet? Of wil je er nog iets over zeggen wat je ervan vindt? Dan steek je je hand op en dan geeft Gijs jou het woord. En dat betekent dat je moet even samen doen met de microfoon, dat je de microfoon naar je haalt. Ik geloof of heeft iedereen een eigen microfoon. Ja. En dan kan je op het knopje drukken, dat groene knopje, en dan gaat hij aan. En als je klaar bent, moet je hem wel uitdoen en dan geeft Gijs het woord aan iemand anders. Ja, een gemeenteraadslid, die kan vragen stellen, die kan zeggen wat hij ervan vindt. Maar er is één, dat is waarom een burgemeester zo belangrijk is. Want ja, raadsleden zijn de baas, ik niet. Maar als het gaat over een vergadering, dan is Gijs de baas. Dus die zegt wie er aan het woord is en die zegt wanneer we stoppen. Dus dat is de rol van de voorzitter. Gaan we het zo doen? Zijn er nog vragen? Even over, niet over de inhoud, gaan we het zo over hebben, maar over hoe het gaat. Kun je de stukken? Snappen jullie die allemaal? Ik ben één iemand die heel belangrijk is voor te stellen, die loopt nou net de ruimte uit, maar dat is onze bode. En als we geen bode hadden, dit is Jack, en als we geen bode hadden, konden we niet vergaderen. Want die zorgt ervoor dat alles hier zo keurig klaar staat, dat alles geregeld is. En dat de stukken er zijn en samen met Karin en Yvonne, die loopt ook nog ergens rond, die zat daar. Dat zijn de drie mensen die ervoor zorgen dat wij hier vandaag zijn. En ik wil eigenlijk even jullie vragen, applaus, want dat zijn... Ziet nooit iemand, maar als ze er niet zijn, kunnen we dit allemaal niet doen. Goed, dan ga ik het woord teruggeven aan onze kinderburgemeester, want dan gaan we beginnen met de officiële vergadering. Er zit een pauzetje tussen,
kan je even naar het toilet, dan kan je even wat drinken. En daarin gaan we ook een officiële groepsfoto maken. Ja? Dat gaan we nu opmerken. Gijs, ja, dat hoort. Beste kinderraad, door veel kinderen is aangegeven dat ze het oversteken van weg door Haalderen erg gevaarlijk vinden. Ik stel voor om 2 brieven te sturen om hier wat aan te doen. 1 brief is voor de basisschool De Wieling en 1 andere brief voor de provinciale Gelderland. Als de kinderen het gevaarlijk vinden om de weg over te steken, denk ik dat hun ouders het ook wel belangrijk vinden als dat veiliger kan. De eerste brief die ik voorstel te sturen is aan de directeur van De Wieling en de ouders die in de meezeggenschapsraad zitten om hier iets aan te doen. Als ouders verkeersbrigadier willen worden, kunnen de kinderen veilig oversteken. Van de gemeente heb ik gehoord dat zij de ouders wel willen opleiden en kunnen zij ook een speciale jas en een stopbord krijgen. Als alle ouders dit een paar uur in de week doen, moet dat toch kunnen. Of andere vrijwilligers in Haalderen, zoals opa's en oma's. Ik heb van de gemeente gehoord dat als de school verkeersbrigadiers heeft, het misschien gemakkelijker is om verkeersborden te krijgen van de provincie of andere dingen die het oversteken veiliger maken. De provincie is de baas over de Van der Mondenweg door Haalderen. De tweede brief is aan de provincie Gelderland en wij vragen daarin om het plaatsen van verkeersborden bij de oversteekplaats. Dit zal de verkeersbrigadiers helpen om de kinderen veilig te laten oversteken. Zijn er vragen over de brieven onder agenda punt 2a en b? Nu ook even de tijd om de brief zelf te lezen. Gaan zij antwoord geven, maar dan staat er vast in het antwoord, we willen er best naar kijken, maar dan moeten de inwoners van Haalderen ook iets doen. Dus vandaar dat er 2 brieven gaan, 1 naar de inwoners, de directeur, en kijken of er vrijwilligers gevonden kunnen worden, en 1 aan de commissaris van de Koning, want daar gaat de andere brief naar toe. Ik ging een zegelraad vastmaken, zodat de mensen ook wat minder snel gaan op dat punt, als ze de mensen willen oversteken. Weet je wat het punt is? Een zebrapad is eigenlijk heel gevaarlijk. Want de wethouders nog niet gelukt. Maar misschien dat jullie, als jullie erom vragen, dat het wel lukt. Maar het zou kunnen zijn dat ze zeggen dat we het best doen. Maar dan moeten jullie ook wel zorgen dat er vrijwilligers zijn die de kinderen helpen. Zijn er verder nog vragen? Besluit. De bijgevoegde brief te sturen aan de directeur van basisschool De Wieling, waarin gevraagd wordt om binnen of buiten de school op zoek te gaan naar verkeersbrigadiers. Wie is het voor het sturen van de brief die bij agenda punt 2a zit, hand opsteken? Dus wie is er voor om een brief te sturen naar de directeur van basisschool De Wieling om te vragen voor verkeersbrigadiers? Thank you.
allereerste keer. Er liggen twee brieven. Er is één brief, die ga je nu namens de kinderraad aan de directeur sturen. Hè, met de vraag, kunnen jullie kijken of er mensen verkeersbrieven die willen worden? Er ligt een tweede brief, die zit ook in jullie stukken. Die is naar de commissaris van de Koning van Gelderland. Dat is de baas van de provincie, zeg maar. En daaraan vraag je, zouden jullie iets kunnen doen aan de veiligheid van de Van der Mondenstraat? En die zit ook in jullie stukken, bij 2b. Daar gaat Gijs nu met jullie naar kijken. De bijgevoegde brief te sturen aan de commissaris van de Koning van de provincie Gelderland, waarin de kinderraad vraagt om een veilige oversteek op Van der Mondenweg in Haalderen voor schoolgaande kinderen. Wie is er voor het sturen van de brief die bij agenda.punt 2b zit, de hand opsteken? Dat er te hard wordt gereden op de Van der Mondenweg en dat de politie er meer moet controleren. De politie heeft toegezegd met ons samen dat te willen doen door middel van een legercontrole. Het voorstel lezen jullie bij agenda.punt 2c. De kinderraad van de gemeente Lingewaard, aanwezig voor de jaarlijkse vergadering over ideeën om zaken voor kinderen veilig te maken, dit jaar specifiek gericht op het dorp Haalderen, heeft gelezen dat veel kinderen, zoals kinderen van groep 7 van basisschool De Wieling, vinden dat er op de Van der Mondenweg veel te hard gereden wordt. Dat dit gevaarlijk is voor de mensen en kinderen die er fietsen, lopen en moeten oversteken. Vindt dat de politie snelheidscontroles moet uitvoeren zodat mensen die te hard rijden leren om wanneer ze door Haalderen rijden ze zachter moeten rijden. Het besluit de politie te vragen om in week 35 samen met de kinderen van de huidige groep 8 van De Wieling een lezencontrole uit te voeren om zoiets te doen aan het snelheidsovertreders op de Van der Mondenweg. En vraag aan de burgemeester om dit samen met de school en de politie dit te organiseren. Het is helemaal duidelijk, geloof ik, aan de rechterkant. De politie wil samen met jullie met een lasergun gaan kijken of wie er te hard rijdt. Bespreken Job, voorzien van Graffiti door groep 8. En dan geef ik het woord aan de burgemeester. Ja, jullie hebben drie voorstellen voor liggen. Drie voorstellen waaruit jullie kunnen kiezen. En kiezen is altijd moeilijk. En wat we gaan doen is het volgende. We gaan de drie dingen even uitleggen. Want ik heb net begrepen dat het toch wel handig is als jullie weten waar het over gaat. En dan gaan we even een pauzetje houden. Hoop ik dat de fotograaf er dan ook is zo'n beetje. Gaan we even een pauze houden, dan maken we een foto. En dan kun je ook even met elkaar praten van wat zou jij willen. Of, want dat is in het echt ook. En dan worden de pauzes gebruikt om te kijken. Kan ik de anderen overtuigen dat hij ook moet stemmen? Want aan het eind moet je vertellen waarom jij, of ga je elkaar vertellen waarom je 3, 4 of 5 zou kiezen. Want je kan, en dat is de moeilijkste opgave van de gemeenteraad, je hebt altijd te weinig geld om dat te doen wat je graag wil. Jullie krijgen een heleboel geld te besteden, 1500 euro, maar dan moet je toch kiezen. Je kan of 3
of 4 of 5 doen. Je kan ze niet alle 3 doen. Dus de keuze, dat wordt de belangrijkste keuze vandaag, is uit die 3 dingen. En ik ga jullie even vertellen wat dat betekent. Ja? Te beginnen bij de job, dat is 3. Jullie hebben allemaal zo'n mapje gehad en daar zit, als je kijkt bij het voorstellen, dan zie je op een gegeven moment voorstel 3. De job voorzien van graffiti. Kunnen jullie dat voorstel vinden? Ja. Ja? Dan staat er dat groep 6 van de Wieling geklaagd heeft over de vieze job in de Notenboomstraat. En dat wij die al helemaal schoongemaakt hebben. Maar dat wij ook snappen, en wij allemaal, dat als zo'n muur leeg is, dan zien we, snappen het niet. Want eigenlijk zouden ze het helemaal niet moeten doen. Maar we zien dat er dan weer allemaal vreselijke teksten opkomen. En om dat te voorkomen, is er een mogelijkheid dat jullie op 12 juli, dat is de dag waarop we allerlei activiteiten op school zijn, op 12 juli, dat van voor jullie de activiteit is, om samen met 2 graffiti kunstenaars een graffiti kunstwerk op die job te maken. De kosten van al het materiaal en die begeleiders zijn 1500 euro. Ja, dus als je dat doet, dan geef je daar het geld aan uit. En dat is mogelijkheid 1. Dat staat dus beschreven op agenda punt 3, op de stukken die bij 3 horen. Zo meteen gaat Gijs vragen of jullie daar nog vragen over hebben. En dat is voorstel 5. En dat heeft 2 delen. 5a en 5b. Maar het is ingewikkeld, hè? Gemeenteraadswerk. Dat blijkt, hè? Moeilijk, knap hè, dat ze het zo goed doen, onze raadsleden, want het is moeilijk. 5a. Groep 6 van de Wieling zegt, wij willen graag een BMX-schans hebben. Maar dan willen we wel zeker weten dat er genoeg kinderen gebruik van maken, want dat kost ons wel tijd. Dus 5a, daar kan je voor kiezen. De vraag gaat Gijs met jou doen, want ik snap dat er voor allemaal dingen vragen zijn. Ik ga hem stuk voor stuk een van jullie voorleggen, zodat je na de pauze goed kan aangeven wat je het belangrijkste vindt. Dus bij 5a is het, als jullie niet voor 5b kiezen, maar voor 4 of 3, kan je nog steeds voor 5a kiezen. Dus je kan zeggen, ik wil goaltjes, maar ik wil ook dat dat bergje weer goed gemaakt wordt. Akkoord, dus dat gaan we straks met stemmen nog even doen. Ga ik terug naar Gijs, want die gaat kijken of jullie vragen hebben over die 3 voorstellen. Goed vraag, want je kan alleen maar een besluit nemen als je begrijpt waar je over gaat stemmen. We hebben hier in Huissen is een tunneltje gemaakt. Als je ooit een keer in Huissen bent, aan het eind van de winkelstraat. Daar hebben we toen leerlingen van het OBC hier in Huissen. Die hebben daar tekeningen op gemaakt. Samen ook met echte graffiti specialisten, dus net zoals bij jullie. Mensen melden vanuit de buurt of jullie bellen naar de gemeente en zeggen van nou, is toch weer opgetekend. Dan kunnen we eigenlijk heel snel daar wat er extra opgetekend is, zeg maar die bovenste laag weer afhalen. Zonder dat de andere tekeningen beschadigd worden. En dat hebben we hier in Huissen in die tunnel gedaan. Fietsen er een keer doorheen, kun je zien hoe gezellig het daar geworden is. Maar dat zou dus hier ook kunnen en dan kan er nog wel overheen getekend worden. Alleen doordat die laag ertussen zit, is dat moeilijker en kunnen we het er makkelijker afhalen. Graffiti dus met andere woorden of zo, kan het er dan ook nog afgehaald worden? Ja, dat is dus doordat wij die laag erop doen, een beetje een plastic laklaag, is het makkelijker dan om wat er extra op staat weer af te halen. En ook met graffiti dus? Ja, ook met graffiti. Ja. Dus verf of, maar ja, graffiti is ook met verf wordt er gedaan, alleen verf uit de spuitbus. Maar dat kan er dus af. Maar dat er niet meer opgetekend wordt. Want als je dat dan doet, dan kan het toch gewoon weer opgetekend worden. Ja, dat kan iedereen. Als jij hem uitzet. Als ik een keer dezelfde kinderen, dan wordt het een spelletje wie het langs volhoudt, denk ik. Maar als de gemeente het afhaalt en er komen kinderen en die kladden het weer vol,
En de gemeente komt weer en haalt het weer af. Nou, op een gegeven moment hopen we dan dat dat niet, natuurlijk niet heel vaak nodig is. We hebben nu al die beelden, daar wordt helemaal niet overheen gekost. En ze zijn ook niet aan de schansen, het zijn meer een paar bultjes waar je een beetje overheen kan rijden. Het is niet echt een BMX-baan. En die andere BMX-baan die erbij kan worden gedaan, is niet ook precies hetzelfde als dat. Als ze daar verder gaan, dan niet meer daar. Ja, er zijn heel veel gebouwen in Haalderland. De kinderen in die buurt die spuiten het zo snel erop, dat wil je niet weten. Nee, dat snap ik. Als ik het voorbeeld hier zie van die tunnel waarbij we dat gedaan hebben. Die tunnel is denk ik 10 jaar geleden is dat gebeurd. En we hebben vorig jaar voor het eerst het allemaal een beetje bij moeten werken. Dus het blijft best lang zitten als je dat goed doet. En wat tussen de muur en die laprak zit, dat blijft zitten daardoor. Wat was je vraag? Nee. Mijn vraag was eigenlijk wel, wordt de helium weggehaald of blijft alleen de gravity? Nee, die. Dan blijft dus de job staan, er zit gravity op, die laprak. En dat blijft dan. Alles wat er dan op die laprak komt, dat kunnen we wegpoetsen. Maar die laklaag beschermt ook wat jullie erop gespoten hebben. Stemmen. Nou, het is wel leuk dat het gravity wordt gespoeld. Alleen, je kunt er eigenlijk niet heel lekker zitten. Want er ligt soms gewoon vies eten. En ja, er ligt op dat bankje. En dan kun je helemaal niet lekker zitten. Maar ligt er vies eten of allerlei afval? Want staat er een bankje en een prullenbak bij? Dat we samen voor moeten zorgen dat het netjes blijft. Stefan. Vraag je of dat je nu ook een prullenbak? Ja, daar staat mooi. Ja, eentje. Nou, als jullie hiervoor kiezen, dan denk ik dat het verstandig is dat we ook samen besluiten, als er nu op de achterkant al iets moois staat en jullie zeggen van nou dat willen we eigenlijk wel dat dat blijft. Nou ja, als dat de keuze is, dan moeten we dat gewoon laten zitten. He, tenzij jullie zeggen van nou haal dat er ook maar af, dan hebben we nog meer om iets nieuws op te maken. Maar wat niet, ja, deftig heet dat aanstootgevend is, dus allemaal gekke woorden en tekeningen en tekens. Dat halen we eraf, maar de rest als jullie zeggen laat dat maar zitten, dan laten we dat zitten. Yes. Maar aan de buitenkant van de... Staat er ook een boete op als je zeg maar een rare tekst wil gaan maken? Kijk, het mooie is, de burgemeester die gaat over de politie, de brandweer en ook over dit soort dingen. Dus die vraag wil ik graag beantwoorden. Wat zou het mooi zijn als we mensen hebben die de hele dag in bosjes lagen en die konden zien wie dat deed. Weet je, het is sowieso verboden om graffiti op, tenzij het op je eigen huis is. En zelfs dan moet je even kijken of het kan. Maar het gebeurt. En dat is nou eenmaal lastig. Maar wat wij zien, wat er op de job wordt gespoten, de teksten daarvan, dat zijn teksten die zijn discriminerend. Dat zijn teksten waarvan wij zeggen, dat willen wij niet. Wij willen dit niet. Willen jullie ook niet. Want jullie hebben allemaal aangegeven, vind ik echt heel goed van jullie. Jullie hebben ook aangegeven, dat willen wij ook niet. Dat dit soort teksten en tekeningen en tekens op onze in ons halen staan. Dus als wij het zouden zien, dan zou je inderdaad daarvoor een boete kunnen krijgen. En als dat jongeren zijn, dan gaan ze mee naar de politie en dan gaan we een stevig gesprek met ze voeren. En dan zeggen we, als we dit nog een keer zien, dan krijg je echt een keuring. Want dit kan echt niet. Dus als we het zien of alles zouden weten, dan zouden we zeker met de wijkagenten naartoe gaan. En eens met de ouders van die kinderen praten, met de kinderen zelf. Dan weet je wel wat je nu zegt en wat dat betekent voor andere mensen, deze teksten. Ja? Dankjewel voor de vraag. Dat is mooi. Debbie van Zwaai. Op dit moment wordt er meer gevoetbald dan gezeten, want er zitten ook heel veel jongens. Dus ik weet niet of het heel veel zin heeft als we dat dan doen. Dat het op dit moment niet zo heel veel door ons wordt gezeten, alleen als het regent.
Maar is het niet alleen voor groep 8 of staat er iets van groep 8 of iets anders? Komt het te staan? Ja, je vraagt of dat, zeg maar, jullie, of dat alleen groep 8 daar dan een tekening op mag maken. Ja. Nou, ik denk dat dat, zeg maar, ik hoor dat het past binnen een dag op school, een activiteitendag. Misschien moet je dat dan, ik bedoel, de gemeente zorgt wel dat er dan twee jongens zijn of twee mannen die daar heel veel verstand van hebben. Maar misschien is het iets, en dan kijk ik even de juffrouw aan ook, dat jullie binnen de school bepalen dan wie daar aan meedoet of hoe dat dan gaat. Het is zo dat de twee kunstenaars hebben gezegd dat alle 29 kinderen daar aan mee kunnen doen. Want wij zeiden, er zijn wel veel kinderen voor zo'n job. Dus op die dag die georganiseerd wordt, kun je aangeven wat je wil. Als jullie als groep 8 helemaal dat willen doen, dan kan dat. Ja, maar het is wel iets voor groep 8. Dus als je, wat het besluit is, dat jullie het gaan doen. En of dat er nu 5 zijn of 29, dat moeten jullie op die dag zelf bepalen. Want dan, ik begrijp dat er veel, uit veel dingen gekozen kan worden wat je kan doen. Maar het is groep 8 die dat gaat doen. Wat zei je? Ik weet dat de ouderaad... Ja, ik kijk ook naar de ouderaad. Ja, ik kijk naar de moeder. Ja, vanwege de ouderaad. Die organiseert die dag allerlei activiteiten. En één van de activiteiten is dan... En dan kunnen er 29 of 5 kinderen voor kiezen. Dat maakt niet uit. Ja, dus dat is afgesproken zo met de school. Rens? Bijvoorbeeld de jongeren weten dat er op de job niet meer getekend wordt. En als ze dan bijvoorbeeld ergens anders op gaan tekenen, wat wordt er dan gedaan door de gemeente? Ja, weet je, het probleem is dat je als gemeente en ook als politie, is het onmogelijk om alles aan te pakken wat je aan zou willen pakken. Maar ik wil wel aan jullie vragen, de teksten en de tekeningen die daarop staan, waar ook in Haalderen je dat ziet, om dat bij de gemeente te melden. Want ik vind dat niet kunnen. En jullie gelukkig ook niet. Dus jullie komen nog alles, als ik zie wat jullie allemaal hebben verteld aan ons. Dus mocht je weer ergens zo'n tekst of tekening zien, laat het ons weten. En ik hoop ook dat je, als je denkt wie het gedaan heeft, dan kunnen we een goed gesprek met die persoon voeren. Want wij zijn in deze gemeente niet van dat mensen discriminerende teksten opschrijven. Dus daar gaan we achteraan voor zover we het kunnen. Wij hebben gezegd, ja, maar we weten dat de bal vaak op de auto's komt en mensen in de tuin. En dat daar, als je daar voetbal, best wel eens vaak over geklaagd wordt. Dus we vinden het belangrijk om dan samen te kijken, hoe gaan we dan, als we toch kooltjes zetten, hoe gaan we ze dan zo neerzetten dat er minder kans is dat de bal bij mensen in de tuin of op de auto komt. Schiet een kerstbal wel eens elkaar weg en dan kan die ook zo weg met zijn tegen de auto komen. Brian, hoe groot zullen de roodjes worden? Nou, het lijkt mij handig dat voor 1500 euro kan er best keuzes zijn uit verschillende goaltjes. En het lijkt mij dan handig dat we gaan kijken als we die goaltjes plaatsen. En er is bijvoorbeeld keuze uit 3 soorten, ik noem maar iets. Dat gekeken wordt, wat vinden jullie, want jullie zijn ervaringsdeskundigen, hè, heet dat. Dat je daar vaak voetbalt. En dat je dan... Ja, dat is wat ik net zeg, hè, van als we... Wij gaan dan kijken van wat kunnen we voor die 1500 euro kopen. En dan laten we bijvoorbeeld jullie een plaatje zien van nou deze 3 zouden kunnen. En dan kun je daaruit kiezen. Weet je, het probleem is, er is daar een speelveldje en er wonen mensen omheen. En die mensen die hebben wel eens last van de voetbal. Dat horen jullie wel, dat horen wij ook. Dus wat heeft Gerrit Curver, die dus vandaag er niet kan zijn, maar die is verantwoordelijk voor het praten met mensen in Haalderen. En als er problemen zijn, het samen op te lossen. Dus die heeft met die mensen besproken, wij willen best wel daar een haagje neerzetten.
Maar dat kost wel veel geld en we hebben ook niet het geld om dat haagje bij te knippen. Dus als wij het haagje nou neerzetten en jullie gaan het onderhouden, dan zou het een oplossing zijn voor allemaal. Daar is hij nog mee bezig, want ja, dat betekent wel dat je ineens als buurt een haagje moet gaan knippen. Dat is best een lange haag. Het materiaal wordt het pak voor de BMX fietscrossbaan gemaakt. Zand. Zwem. Was op zand gereden, maar daar kan je toch behalve niet op rijden. Je moet een beetje op grond, normale grond. Ja, weet je, ik zei het zand, want dat is het materiaal. Maar als je echt kiest voor 5B, hè, dus dat we 1500 euro gaan besteden, dan komt er echt een crossbaantje waar je bedoelt, wij gaan geen hopen zand neergooien en dat jullie vervolgens wegzakken. Dan heb ik het geld voor niks uitgegeven. Ik kan maar één keer geld uitgeven, dus dat gaan we met elkaar goed doen, zodat je er ook echt over kan fietsen. Laurens, als er zand wordt gemaakt, wordt dan de hele speeltuin niet zo'n rommeltje? Je moet je voorstellen, zo'n BMX-baan, ik weet niet of je dat ooit gezien hebt, het is dan klein, het is niet zo heel groot, maar het is, dan heb je dus allemaal puntjes en er is een pad overheen. Dus je rijdt als het ware, je krijgt allemaal zand wat aangestampt wordt en waar je dan als een soort pad overheen fietst, maakt. En dat is dus ja, een aangelegd dat, geheel, dus dat wordt zo ook ingericht. Demi? Waar kan je dan ook niet doen, BMX aanlegbaan als het ware, dat je één iets groter heuveltje hebt en dat je dan nog een baan hebt dan één grote heuvel? Ja, het begint steeds meer op de echte gemeenteraad te lijken dit, hè? Je geeft twee keuzes en dan wordt er geprobeerd, ja dat is heel knap, want dan wordt er geprobeerd om te kijken, kan er niks anders, maar nou is het punt, je geeft geld uit bij beide dingen. Wij zeggen 5A is voor jullie voor niets, dat komt omdat er toch dan er iemand, maar dan moet wel een autootje naartoe, er moeten twee mensen van ons die moeten die berg opnieuw neerleggen en vastmaken. Dus dat doen we, maar dat is dan niet, dat doen we omdat we jullie hebben aangegeven dat belangrijk te vinden als er genoeg kinderen op spelen. Maar dat doen we niet meer, want dan gaat het echt meer geld kosten. Dan gaat het af van die 1500 euro. Dus keuze 2 is, dan worden er echt een aantal bulten neer, die worden netjes aangestampt, dan komt er echt een baan. En dat kost geld, want mensen en materiaal kost geld, daar moet je voor betalen. Noah, er staat ook een glijbaan bij die bulten. Is dat dan niet een beetje gevaarlijk voor de... Ja? Mitchell? Dat is heel mooi. Maar die schans, wordt dat dan een schans dat je zeg maar zo in de lucht vliegt of wordt dat een halfpark? Even voor de helderheid, het wordt geen schans. Zeker niet dat je half in de lucht schiet. Oh, ja. Wij hebben het over een BMX-baan, want er is ergens in Haarlem al echt een halfpipe-achtig iets, hè? We hebben het zeg maar, ja, daar is een gras nog open uit je broek. En die reden zeg maar dwars erin en die reden in de sloot. Dus is dat wel handig als er gras los is? Nee, dat is niet handig. Dus daar moeten de mensen die het aanleggen ook naar kijken, hè? Daar hebben we specialisten voor. Dat in ieder geval die vriend van jou niet meer in de sloot gaat. Als het van zand is, gaan kinderen dat zand ergens anders neerleggen en dan wordt het weer gewoon hoe het was. Ja, die worden van aangestampt zand. En natuurlijk is het zo, want dat zie je, als het lang genoeg duurt, kan het best wel eens zijn dat het gaat veranderen, maar dan moeten we het bijhouden. Het belangrijkste is dat het wordt neergelegd, aangestapt, groeit een beetje aan, dan komt hij links en rechts ook wat aan de zijkant wat op. Dus ja, kijk, bij dit alles geldt dat als kinderen, dat geldt voor alles, hè, dat geldt ook voor goaltjes of wat voor besluit je ook neemt. Als er kinderen zijn die er iets verkeerds mee willen, ja, daar kunnen we niet voorkomen. Maar
we gaan wel zorgen dat die in ieder geval goed wordt aangelegd. Als je daar dan zo'n crossbaan plaatst of neerlegt, dan denk ik dat die na zo'n anderhalve maand, dat daar niemand echt meer op speelt. Omdat iedereen het dan wel gezien heeft, want het is steeds hetzelfde rondje wat je maakt. Ja. Thomas? Nou, ik heb eigenlijk meer een vraag, want als je nou voor de goaltjes kiest of de crossbaan, blijven die schaald worden en alles dan, doen ze daar dan niks meer aan of doen ze daar dan wel wat aan? Ik heb net uitgelegd dat, kijk, wij kunnen niet alle graffiti meteen aanpakken, maar zo gauw we horen dat er weer die vreselijke tekst op staan, dan gaan we er echt iets aan doen en dan gaan we het ook weghalen, maar ook kijken, hoe weet iemand wie dit doet, want dan gaan we echt eens even uitzoeken wie er verantwoordelijk is. Ja? Sven? Het is misschien een rare vraag, maar kunnen dan geen camera's geïnstalleerd worden in de job? Of dat kan? Dat is helemaal geen rare vraag. Dat is ook al, dat is waarom wij een gemeenteraad hebben. Kijk, ik heb jullie verteld, en jullie hebben verteld. Ja, als dat dan zou gebeuren, dan zouden ze die toch wel weer kapot gaan. Omdat daar liggen nog zomaar glas of steen, dat soort dingen. Dus dan zouden ze die alsnog kapot maken. Dus het heeft niet echt heel veel nut, denk ik. Dewey Bob? Er liggen daar ook allemaal sigaretten en het is misschien gevaarlijk voor kleine kinderen. Die denken, wat is dat? En dan kunnen ze misschien proberen op te eten en dan raken ze misschien verslaafd aan. Dat is heel slecht. Er is ook nog een stroomhuisje staan. En daar gaan ze waarschijnlijk, als we iemand die op eigenlijk kunnen plannen, gaan ze vrij makkelijk over naar dat stroomhuisje. Job? Maar kan je ook niet gewoon een laagje gewoon, zonder dat er iets op zit, gewoon een laagje eroverheen doen? Dat je het makkelijker weer af kan halen. Ja, dat kan, maar weet je, alles kost geld. Dus dat is wel even, hè, als we overal op alle huisjes en jobs en overal dat laagje zouden doen, dat is gewoon heel duur, dat is het probleem. En we hebben nu één keer 1500 euro, dus als jullie ervan kiezen, dan gaan we dat doen, maar anders wordt het, ja, je moet kiezen. Ege? Maar kunnen die kinderen dan, die van die schelten een soort van zetten, kunnen die dan niet de dak eraf halen? Brian Bos? Je hebt ook op de job het beste om te doen. Want ja, dan gaat je normaal een fles stuk en dan heb je problemen. Wat ben je met de dan? Heb je die BMX en fiets je daar 3 keer overheen en heb je het ook al wel gezien? Dus. Julia? Maar kan je dan niet zeggen, want die bulten nou in de speeltuin, dat zijn nou gewoon, ja, dat is nou gewoon helemaal weg, maar ja, het is nou helemaal lelijk. Kan je niet gewoon, ja. Kan je dan niet gewoon, die bergen terug doen en dan zonder dat zand, want anders, ja, want als die BMX komt, dan is het ook echt leuk, denk ik. Kijk, jullie krijgen 1500 euro te besteden. Daarvoor kan je een hele baan aanleggen. Als jullie straks voor iets anders kiezen, dan ga ik nog even vragen, zullen wij dat zand nog een keer goed doen zoals jij voorstelt, zoals het er nu is? Maar dat doen we alleen maar als er genoeg kinderen opgaan, gebruik van maken. Want anders doen we dat niet. Dat is gewoon ook voor ons kost dat geld. We kunnen niet alles doen. En daar kan ook verkeerde dingen van komen. Maar dat kunnen ze dan weer afhalen, omdat er een laagje tussen zit. Dus als ze daar dan weer op tekenen, dan kunnen ze het eraf halen. Jens? Er komen steeds hele vieze borden op en dat is ook gewoon niet zo fijn voor de kleine kinderen. Demi? Hi, Hans.
In principe staan die beelden al en je kunt er nu ook al overheen rijden, maar ik zie niet echt, als ik daar ben, zie ik niet echt mensen overheen rijden. En bijna elke keer als ik in de speeltuin kom, dan zijn er wel heel veel kinderen aan het voetballen. Dus ik denk dat de roodjes wel makkelijker zijn dan die BMX-baan. Nou, ik vind ook, want als je de Job ziet, die is alleen eigenlijk, ja, het is wel belangrijk dat er geen erg. Zou het niet erg lijken om gewoon twee pionnetjes mee te nemen? Ja, vier, moet je dan. Demi? Nou, de laatste tijd zijn er ook veel discussies, omdat er dan twee coaches bij nodig om zijn. Er zijn veel discussies, dus dan lijkt mij het wel handig als bij de halve ook coaches zijn. Ja, dat komt op een heel bijzondere manier. Jullie hebben allemaal in je op voor jullie liggen een zwarte map. Als je die openmaakt, dan vind je daar een blok in en een pen. En nou is het zo dat jullie op gaat schrijven of je 3, 4 of 5 wil. 3, dat is Job. 4, dat is speeltuin, daar hadden we de goals. En 5, dat is de BMX-schat. Dat is geheim, je hoeft geen naam op te zetten, niemand kijkt. Nee, je kijkt, doe dat zelf, hè. Je schrijft op 3, 4 of 5. Dan vouw je het op en dan vraag ik aan Jack, onze bode, of die bij jou het briefje even ophaalt. En dan stoppen we even de vergadering en dan gaat hier Gijs samen met Karen gaan kijken. Wie de meeste stemmen, wat de meeste stemmen heeft gekregen, die gaat dat voorlezen. Die staat alleen maar een 3, 4 of 5. Ja, dus je hebt heel veel briefjes, dan maak je gewoon een nieuwe. Heb jij nog een vraag over het stemmen? Dus je kan hem hier opschrijven, opvouwen en dan. Dus je hoeft niks op te schrijven, geen verhaaltjes, geen reden, alleen maar één cijfer. 3, 4 of 5. Voor de rest niets. Waarom je iets wilde en goed naar elkaar hebt geluisterd. En ik zei in de pauze, het lijkt wel een echte gemeenteraadsvergadering.
Er is wel verschil, want ik heb bij onze gemeenteraad nog nooit meegemaakt dat tijdens de pauze er kinderen of mensen door de ruimte rennen. Maar dat is dan ook één van de weinige verschillen. Voor de rest is het heel goed besproken en goed naar elkaar geluisterd. Dus gefeliciteerd. Ik wil jullie ontzettend bedanken en ik wil te beginnen Gijs bedanken, want Gijs is de kinderburgemeester. Fijn dat hij dit doet, hebben jullie vandaag dit met elkaar mogen doen. Dat is ook uniek, deze raadsvergadering. Ik doe zo even bij jou vraag, ja? Op 14 juli, volgende week donderdag, nemen we afscheid van Gijs. Dat is hier in Huissen in de Vallon. Zijn jullie allemaal uitgenodigd tussen 7 en 8:30. Nemen we afscheid van Gijs en wordt de nieuwe kinderburgemeester, die wordt dan weer benoemd voor een nieuw jaar. Daar zijn jullie allemaal voor uitgenodigd. Ik wil, er was één vraag. Ging dat nog over het stemmen? Of wat wilde jij vragen? Wanneer die goalstones daarover komen. Ja, ik denk dat dat na de vakantie, maar we gaan het even bespreken hoe we dat het beste kunnen doen, hè? Voorgesteld, maar ik kom ook nog wethouder. Die heeft een deel meegekregen, maar die moest ook even wat andere dingen doen. Wethouder Sluiter, ze hebben gekozen om gondjes te plaatsen in de halte in Haalderen. Dus dat is succes. Dan is het zo dat ik alle ouders wil bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt, maar vooral ook de ouders van Gijs, want zonder die ouders hadden we het ook niet kunnen doen. Dus dank voor jullie bijdrage. Even stilstaan, dan is het publiek iets rustiger. Dus jullie komen nog aan de beurt. Ik zie die vader van oom. Goed, als jullie allemaal cadeautjes hebben ontvangen, dan mag je deze ruimte niet verlaten. Want jullie zijn de kinderraad en jullie hebben tot je gehouden aan de keurige aan de regels. Aan jou om deze vergadering te eindigen en een flinke kamp. Met de hamer. Dus dit is het einde van de vergadering.